is die hoor. Mount Cook, de hoogste berg van Nieuw-Zeeland. Simpele hike van 3 uur. Daar gaan we morgen heen. En daar gaan we morgen heen, boven op de top. We hebben de gear gekocht. Ik ben benieuwd. Nieuwe dag, nieuwe hike. Vandaag 8 uur hiken. 10 kilometer hike moet ongeveer 8 uur lang duren. Dat betekent dat we ongeveer 1,2 kilometer per uur gaan lopen. En dat betekent dat we aardig hoog gaan komen, of dat hij heel erg zwaar is. Ik denk dat een beetje van bijna. Hij moet ergens daar boven liggen, je ziet hem niet, maar ik ga straks wel meer zien. Dat moment dat je boven de wolken uitkomt, dat je alle andere berg kan zien. Het begint iets kouder te worden. Ik vind het heel erg prettig. Een stukje hike hoor. Daar gaan we heen, maat. No matter what. We zijn op dit moment bijna boven de wolken. De mist trekt nog een beetje hier door de bergen. Er is ongeveer 40 centimeter sneeuw. De temperatuur is goed om te lopen. Hij is wel een beetje slussy, maar prima. We gaan daar hetzelfde stuk lopen zo. Klein stukje omhoog. Maar ik draaide me net om. Nu zag ik dit. Wat domme, wat mooi. Soms heb je van die momenten in het leven dat je denkt, boah. Nou, dit is wel een poor momentje. Yo maat, wat vind je van de uitzicht af? Is dat mooi? Daar maar koek. Ja, Mueller glacier. En verder helemaal niemand. Bijna op de top aangekomen. Nog een klein stukje. Daar is de top die we gaan beklimmen.
it. Duizend meter hoogte, bijna. Wat een uitzicht, man, man, man. Maarten heeft een briljant idee. Nou, ga je dan. We'll be right back.
Tijd voor een ontbijtje. En tafel 1 wordt oost gekookt. En een uitzichtje op de bergen. Tafel 2. Een eitje gebakken. Uitzicht is wat minder hier. Life.
einde van de bongo is nabij. De inpakken geblazen voor Australië. Nog 2 dagen, volle dagen in Christchurch. Wat zeg ik? 3. En dan vliegen wij dinsdagochtend 28 november om 6:30 richting Brisbane en dan richting Cairns. Dag 53 van de reis, dat betekent dat we 46 dagen met de bongo erop hebben zitten. En dat we hem vandaag moeten inleveren helaas. Ons huisje van de afgelopen 2 maanden. Nog 2 dagen in Christchurch en dan op naar Australië. Ik kom hier bijna niemand tegen. Afleveringen van Nieuw-Zeeland en ik hoop dat jullie er weer bij zijn bij de aflevering Australië. See ya!